Nou, dit is een heel groot huis aan de Herengracht in Amsterdam. Eigenlijk vlakbij de zogeheten Gouden Bocht. Regenten die waren er tuk op om hier grond te kopen, om een mooi huis te bouwen. En dat betekende dat de grond in kavels was onderverdeeld. En dit huis, dat is een dubbele kavel. Eigenlijk loopt het van die muur tot de helft van het huis. De eerste bewoners van dit huis was het echtpaar Geelvink Hinloper. Albert Geelvink en Sarah Hinloper. Je ziet ook het wapen van die familie. Nou, dat was een echtpaar van goede komaf, zeer rijk. Waar hadden ze die inkomsten vooral aan te danken? Was dat vanwege de VOC-scheepvaart? Nee. Dat is wel spectaculair, die VOC. En iedereen denkt dat, of veel mensen denken dat deze grachten met VOC-geld. Zo wordt wel vaak verteld. En dat wordt altijd op die rondvaartboten verteld, maar dat klopt niet. De welvaart van de Amsterdammers komt met name handel op de Oostzee, waar graan en hout gekocht.